Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor donderdag 24 oktober 2024. We gaan beginnen met een kaart van de wijsheid van het orakel. En de boodschap na het voorschudden is de kaart Tweesprong, nummer 13. Dus ook nummer 13 en nummer 4, nummer 1, nummer 3 zijn misschien belangrijk. En ik ga de boodschap er voor jullie bij nemen. Met deze kaart nummer 13, de wezenlijke betekenis van de kaart. Tijd om een besluit te nemen, de consequenties in overweging nemen als je iets gaat doen. Aan je verplichtingen voldoen bij een keuze die moet worden gemaakt. Iedere keuze heeft een consequentie. Je bent bij een wegsplitsing aangekomen en er wordt je gevraagd een besluit te nemen. Kies je ervoor om linksaf te gaan om je dromen waar te maken? Of ga je rechtsaf? Kies je de weg die het minst begaan is of de weg die anderen je zijn voorgegaan? Dit is jouw keuze en de keuze die jij alleen moet maken. Omstandigheden en andere mensen zullen die niet voor je maken. Let op en vermijd dit punt niet, want je staat voor een belangrijke keuze. Verman je, omdat welke weg je ook kiest, hij zorgt voor een rijke en belangrijke ervaring. Is de boodschap voor donderdag. En ik ga de engelen kaarten voor jullie schudden. We hebben onder op het dek, alles is goed, alles, all is well. Aartsengel Jeremiah. Alles gebeurt precies zoals het, ja, zou moeten. Met verborgen zegeningen die je snel binnenkort zult begrijpen. Dus je zult binnenkort begrijpen waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. Of dingen gaan zoals ze moeten gaan. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor donderdag 24 oktober? Donderdag 24 oktober. En dat kan zo zijn dat voor aankomende donderdag je inderdaad dat besef zult krijgen. Oh, daarom. Daarom zijn de dingen zo gebeurd. Universum. Wat mag er meer naar voren komen voor donderdag 24 oktober? Donderdag 24 oktober. Donderdag 24 oktober. Clairvoyance. Aartsengel Raziel, ik help jou of jouw spirituele zicht volledig te laten ontwaken, zodat je helder de liefdevolle energie vanuit de hemel, vanuit het goddelijke, vanuit het universum kunt zien. De hemelse liefde. Ik help jou om je spirituele inzicht, je spirituele zicht volledig te laten ontwikkelen, wakker worden. En dan hebben we leiderschap. En die kaart die heb ik nou voor de derde keer, zie ik die. Aartsengel Gabriel. Het is tijd voor jou om je leiderschapskracht en positie in te nemen. En op een liefdevolle manier anderen leiden. Helpen, leiden. Universum. Dus neem die leiderschapsrol op je. Wat mag er meer naar voren komen? Voor donderdag 24 oktober. Donderdag 24 oktober, universum. Neem je kracht terug. Take back your power. Aartsengel Raziel. Gebruik je goddelijke giften, je goddelijke door God gegeven kracht en intentie om zegeningen in je leven te manifesteren. En dan hebben we overwinning met de kaart Victory. Aartsengel Sandalfon. Je gebeden zijn gehoord en beantwoord. Heb vertrouwen. Onder op het dek hebben we de kaart Patience, geduld. Aartsengel Jophiel. Je dromen zijn bloeien sneller als dat je je realiseert. Zullen sneller tot, hoe zeg ik dat? Zullen sneller tot uitkomen als dat je je realiseert. Maar ze hebben nog steeds de koestering nodig en geduld is er nodig. Dus heb geduld, maar heb ook vertrouwen. Je gebeden zijn gehoord en je dromen zullen sneller uitkomen als dat je jezelf realiseert. Onder op het dek hebben we de staven 7.
kaart van jezelf beschermen. Ergens voor staan, ergens voor gaan, daadkracht. En ook niet bang zijn om anders te zijn. Universum, wat is de boodschap voor donderdag 24 oktober 2024? Voor het grote collectief, krijg een heldere, duidelijke boodschap voor donderdag. 24 oktober. Donderdag 24 oktober, universum. We hebben dus de staven 2. Ja, je staat op een kruispunt. Je staat op het punt om een keuze te maken. En ga daar niet aan voorbij. En deze persoon staat inderdaad op een kruispunt met zijn staven 2. Heeft hij die wereldbol naast haar staan? Is plannen aan het maken? Staat voor een keuze. Welke richting ga ik op? En dan hebben we de kelken 3. En dit is ja, een gevoel van geluk, harmonie, redenen om dingen te vieren. Samenkomen met vrienden, familie. Letterlijk kan het iets zijn wat je gaat vieren aankomende donderdag. Een soort van overwinning die er behaald wordt. En we hebben de zwaarde 6, dus iets wat je naar kalmer vaarwater brengt. Iets wat je meer vrede, meer rust gaat geven. En dit is waar we vandaan komen met de pentakels 5. Een gebrek aan, een gemis, onzekerheid, negatief denken, focussen op alles wat er misgaat of alles wat je minder leuk vindt aan jezelf ook. In plaats van te focussen op het positieve. Onder op het dek van de Golden Tarot hebben we hier de keizer, ramenergie. En dit is iemand die de leiding, de controle neemt. Neem je power back. Take back your power. Dus ja, dat is de power die je hebt met die keizer. Leiderschap is ook iets wat hoort bij de keizer. Dit is een leider, dit is een baas. Dus dit is jullie energie. En je kunt ram als sterrenbeeld hebben. Je kunt een plaatsing hebben, een ram. Maar het kan ook ja, simpelweg met die energie van die kaart te maken hebben. Iemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Iemand neemt de leiding in de situatie. Iemand organiseert dingen. Universum. Kijk, en onder die ram, onder die keizer, hebben we de zon. Leeuwenergie. Dus heel sterk de vuurenergie. En die vuurenergie heeft ook te maken met actie. Waarom liet jij die pentakels 5? Waarom ligt hier pentakels 5. En de eerste kaart van de engelen is All is Well. Nou, jullie zien dat op dit moment niet zo. Of aankomende donderdag kan het zo zijn dat je nog in die energie van de pentakels 5 zit. Dus je ziet het op dit moment niet. Alles is precies gebeurd zoals het moet gebeuren en dat zul je heel spoedig begrijpen. En het kan ook zo zijn dat je dat dus tot nu toe in die pentakels 5 zit. En aankomende donderdag gaat er iets komen. Waardoor je inderdaad de dingen gaat begrijpen met die kelken 3. De kelken 3 kan goed nieuws zijn. Maar iets brengt dus een bepaalde mate van rust, harmonie, geluk. Waarom ligt hier die pentakels 5? De keuze waar je voor staat. Dit is misschien een moeilijke keuze. Dit is misschien iets waar je dingen moet achterlaten. Maar dit is iets wat heel belangrijk is in je weg vooruit. Waarom ligt hier de pentakels 5? Ja, de kelken 4. Waarom ligt hier die pentakels 5? En de kelken 4 is eigenlijk een kaart van niet tevreden zijn, verveeld zijn, geleefd worden ook. Waarom ligt hier die pentakels 5? Niet meer zien wat er om je heen gebeurt. Omdat je zo gefocust bent op allerlei andere zaken. We hebben de koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben de staven 6. De kaart van overwinning, leeuwenergie.
iemand. En het kan een waterteken zijn. Schorpioen, kreeft, vissen. Dit kan iemand zijn die... Ja, een heel behulpzame persoonlijkheid is dit, die koning van kelken. Iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dit kan ook je eigen energie zijn. Maar het kan ook iemand in je omgeving zijn, een waterteken. Iemand die je helpt om weer die controle in handen te nemen. Om weer ja, je power back te nemen. Onder het dek hebben we hier de sterkaart, een kaart van ja, wensvervulling, hoopvol zijn. Wensen, ja, en dat hebben we hier liggen. Je gebeden zijn verhoord. Eindelijk weer dat gevoel van er komt controle. Ik heb de controle weer, ja, en ook over mijn emoties, universum. Iets heeft je ook emotioneel sterker gemaakt. Die pentakels 5. Waarom ligt hier die staven 2? Waarom ligt hier die staven 2? Waarom ligt hier de staven 2? En dat kruispunt kan ook een kruispunt zijn wat nog wat verder vooruit ligt met de sterkaart die we net zagen. Iets waar je naartoe werkt, iets waar je plannen voor aan het maken bent. De staven 2. Iets waar je nog geduld in zult moeten hebben. Voordat je eindelijk tot die staven 6, die overwinning, komt. Waarom ligt hier de staven 2? Ja, de staven 5. Het conflict wat je hier gaat achterlaten met die zwaarde 6. Waarom ligt hier de staven 2? Een innerlijk conflict kan het zijn. Want met de zwaarden hebben we hier ja, denkpatronen. Met de pentakels 5. Dit kan ook met denken te maken hebben. Waarom ligt hier staven 2? De doodkaart, transformatie. Dus een conflict situatie of een situatie waarin je ja, voor allerlei uitdagingen komt te staan. Jezelf constant moet verdedigen, constant een strijd moet voeren. Meningen die niet, je verschilt van mening met anderen. Daar komt verandering in. Daar komt een einde aan. En het kan ook je eigen keuze zijn. Om die personen, dat kunnen meerdere partijen zijn. Dit kan één persoon zijn waar je constant mee in conflict komt. Of een situatie waar ja, er sprake is van conflict. Uitdagingen, competitie. Dit is iets waar je... Ja, wat je achter gaat laten. Waarom ligt hier die kelken 3? Waarin je zelf de leiding gaat nemen. Ja, de toren, schorpioenenergie. Dus heel sterk schorpioenenergie hebben we hier. Waarom ligt hier met de koning van kelken, maar ook met de toren en de doodkaart. Waarom ligt hier de kelken 3? Kreeftenergie, dus heel sterk die waterenergie die alles te maken heeft ook met emoties. En dit is een emotie van geluk, blijdschap met die kelken 3. En dan de vooruitgang. De daadkracht en de controle ook weer. Dit is iemand die controle terugneemt. Iets achterlaat, niet meer achterom kijkt. Die toren, dat is iets schokkends. Ja, een plotselinge verandering.
gerechtigheid die er gaat komen. Ook een soort van karma. Waarom ligt die toren hier? En die toren, dat kan ook iets zijn wat compleet ja, verrassend is. Je ziet het niet. Het brengt plotseling hele grote veranderingen. Maar het hoeft niet per se iets positiefs te zijn. Ja, vaak is het iets waarvan je in eerste instantie het gevoel hebt van... ja, hoe moet ik nou verder? Dat had ik niet verwacht. En mijn wereld staat op zijn kop. Je krijgt een soort van reality check of... ja, je komt heel hard uit een bepaalde illusie. Het kan een ingrijpen van het universum zijn, omdat er veranderingen moeten komen. Omdat iets niet in balans is en daarna opnieuw opgebouwd kan worden. Dus iets wat misschien in eerste instantie een negatieve ervaring, beschouwd wordt als een negatieve ervaring, kan uiteindelijk leiden tot vooruitgang. Tot teruggezet worden op je pad waar je echt hoort. Je pad wat je echt behoort te bewandelen. Ja, de toren wordt verklaard door de kelken 10. En we hebben de pentakels 9. Dus dit is wensvervulling met die kelken 10. Happily ever after. Uiteindelijk een hele mooie uitkomst. Liefde, relaties. Een gelukkig huwelijk heeft het mee te maken. En die pentakels 9 heeft ook met rijkdom te maken. Je rijk voelen, je gelukkig voelen. En de zegenwagen heet natuurlijk niet voor niets de zegenwagen. Dat is ook een kaart van overwinning. Vastberaden, vastbesloten om die overwinning te behalen. Wauw. De gematigheid ligt onder het dek. Dus ja, er is inderdaad nog geduld nodig. En ik heb het gevoel dat er dan plotseling... ja, je geduld als het ware beloond wordt. Of je hebt al heel veel geduld gehad in een situatie... en je gaat nu daar zelf de controle, de leidingen nemen met de zwaarde 6. Er komt heling... Waarom ligt hier de zwaarde 6? Aas van pentakels? Wauw. De staven 10. Dus ja, die last. Er komt iets naar je toe. En ik heb het gevoel dat je daar zelf heel hard aan gewerkt hebt. Want die aas van pentakels, die gouden kans. Dat is niet iets wat zomaar komt aanwaaien. Dit is iets waar je heel hard voor hebt gewerkt. Heel hard voor hebt moeten vechten. Je mannetje hebt moeten staan met die staven 7. Pentakel, de koningin van pentakels. Een kaart ook weer van succes. Iemand die de praktische stappen zet, volwassen keuzes maakt, loyaal is, consequent. Ja, heel betrouwbaar, gegrond, geaard. Met beide benen op de grond staan. En dit is iemand die de dingen koestert. Ja, iets gaat leiden tot echte harmonie. Harmonie ook binnen het gezin of harmonie binnen de familie. Het heeft te maken met het huis. Dus de dingen die, waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Je stabiliteit, je zekerheid en het kan ook financieel zijn... Bepaalde obstakels die dat succes of die stabiliteit in de weg stonden, daar komt een einde aan en je neemt daar zelf de leiding in. Ik zie jullie ook onderweg zijn.
Dus het kan zijn om bepaalde dingen te regelen. Om bepaalde dingen in persoon te regelen. Dus je gaat echt in de auto stappen, ergens naartoe rijden en heel vast besloten om ergens voor verandering te zorgen. Je hebt misschien iets van, ja, mijn geduld is nu op, ook met die staven 10. En er moet nu beweging komen, dus je gaat daar zelf iets initiatief in nemen. Om je eigen situatie te verbeteren. Het kan zijn dat je bij iemand thuis, naar iemand thuis zult gaan, een familielid. Maar ik zie je dus heel vast besloten om een bepaald doel wat je voor ogen hebt, daar actie op te ondernemen. Nadat je wellicht al een plannen hebt gemaakt of hierover hebt nagedacht. Maar dit is een soort van kruispunt, ja. Het kan ook iets zijn waar je ineens een soort van besef krijgt of er gebeurt iets waardoor je het gevoel hebt, ja, ik sta er helemaal alleen voor, maar in principe ben ik ook helemaal niet afhankelijk van datgene waar ik nu nog misschien aan vast blijf houden, steeds mijn energie in stop. En het kan zelfs te maken hebben met vriendschappen of roddels, het gevoel hebben dat er mensen tegen je zijn. En dit los gaan laten. Ja, actie ondernemen. Als bepaalde mensen of situaties je alleen maar lasten brengen. In plaats van de lasten. Dan is dit iets waar je zelf verandering in gaat brengen. Er is een situatie waar gewoon een gebrek is. Dit kan ook met, ik heb het gevoel dat er meerdere personen hier een rol spelen. Dus het kan in een werksituatie zijn, familiekring, vriendschappen. Maar daarin ga je zelf de leiding nemen. Je power terugnemen. Dus zodat er een situatie ontstaat van meer harmonie. Een bepaalde last die je los gaat laten. Of die je los kan laten. Dus ja, dit is wat er naar voren komt. En kijk hoe het kan resoneren. Laat het me zeker weten. Ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot de volgende keer. Dag!